Welkom allemaal. Fijn dat we met zoveel hier bij elkaar zijn op de Koewei. Prachtig om te zien al die mensen die zo aankomen lopen. Op allerlei verschillende manieren. Aanwezigen die vervoerd zijn in kinderwagens, baby's in ons midden. Maar ook tot op hoge leeftijd. Als je hier kunt komen met een scootmobiel en je wil dat ook, dan geeft het wel aan hoeveel wilskracht je hebt om hier te zijn. Prachtig om dat te zien. Er lopen nog steeds wat mensen binnen. Hartelijk welkom. Vanmorgen weer van ouds op de Koewei. De afgelopen jaren mochten we gebruik maken van een andere wei, van de familie van de Heg. Daar zijn we hen dankbaar voor. Omdat zo naast de openluchtdiensten ook de Pinksterdiensten door konden gaan. We zijn hier bij elkaar onder een open hemel. Het is weliswaar bewolkt. En ik hoop dat er niet al te veel regen uit zal komen. Maar wel de milde regen van Gods zegen. De Heilige Geest. Wat dat betreft hoop ik dat niemand droog blijft. Alle medewerkers wens ik Gods sterkte toe en de vervulling met de Heilige Geest. Bij binnenkomst zijn papieren versies uitgedeeld voor degenen die geen digitale mogelijkheden hebben. Maar heb je die wel? Neem je telefoon erbij. Even kijken op hervormdbarneveld.nl. En dan onder diensten vind je daar de openluchtdienst, de Koeweidienst. Daar staat de liturgie en daar staan ook de bijbelteksten. Hervormdbarneveld.nl. Even scrollen dan naar beneden en dan vind je daar de diensten, Koeweidienst met de liederen en de bijbelteksten. Wat betreft de collecte staan er bussen bij de uitgang met een QR-code. U kunt ook geven via de Apostel-app en dan onder Koewei-dienst. Er is een EHBO-post bij de stand. Even ook een signaal. Let op de kleintjes. Er wordt zeker ook extra opgelet. Maar ja, het zou toch heel erg zijn als een van de kinderen misschien in het water zou lopen. Dus let op de kleintjes. We zijn hier bij elkaar gekomen om de uitstorting van de Heilige Geest samen te vieren. Laten wij samen nu gaan zingen. Want wij staan hier met lege handen en wij komen met lege handen. Maar het is onze wens en onze bede en ons vertrouwen dat lege handen en lege harten vervuld zullen worden. Laten we daar samen van gaan zingen. Het verdere programma verloopt zonder aankondiging. Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we komen tot u in het gebed. We bidden u om uw zegen. Dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn op het Koewei, om het Pinksterfeest te vieren. Vervul ons met uw Heilige Geest, zodat de blijdschap van Pinksteren ons in beslag neemt en wij dat uitstralen naar onze omgeving. We danken u, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis wilde sterven. U heeft al dat verkeerde van ons voor uw rekening genomen en die rekening bij uw Vader betaald met uw kostbaar bloed. Dank u, Heer Jezus, dat u na uw opstanding uit de dood naar de hemel bent gegaan en dat u samen met uw Vader en de Heilige Geest zo aan ons denkt dat het Pinksterfeest is geworden en de Geest ons is geschonken. Dank u, Heilige Geest, dat u de Heer Jezus heel dichtbij ons brengt in ons hart. Doe dat ook vanmorgen, hier in ons midden. Open onze harten voor de Heer Jezus, voor het eerst of opnieuw. Neem alles weg wat de zegen tegenhoudt. Vul ons met uw blijdschap. Schenk uw kracht aan allen die zich inzetten voor deze dienst. Wees met hen. Vervul ook Kundergort met uw Heilige Geest, zodat hij kan getuigen van uw goedheid, van uw trouw. Vervul ook de muziekgroep met uw Heilige Geest, zodat ze kunnen zingen en muziek maken tot eer van u. Vervul ons allen met uw Heilige Geest, zodat we samen u de lof, de dank en de eer kunnen brengen. En dat deze dienst zal zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij alle lof, dank en eer. Amen. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen, uit Handelingen 2. En lees goed mee, houd er ook bij straks als ik er wat over ga zeggen. Handelingen 2 vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken en ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij het dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren al buiten zichzelf en ze raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en alle die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. En dan gaat hij zeggen wat de profeet Joël daarover gezegd heeft. En dan lees ik een stukje verder in vers 22. Dan zegt Petrus, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Godswegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die door God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus
die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan zegt Petrus wat David er allemaal over gezegd heeft. En dan zegt hij in vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En dan in vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. Ja, en toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die verhaft zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af, en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, die werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van het hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En in een ander Bijbelboek, in Openbaringen, staat in vers 12, Openbaringen 22. En zie, zegt Jezus, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En in vers 17 staat, en de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het woord zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus het woord van God. Ik had eigenlijk bedacht van, het was wel mooi geweest als we hiervoor gingen staan, want dat deden we net met zien al. Eigenlijk is dit het meest bijzondere moment van deze bijeenkomst, dat God tegen ons spreekt. We gaan zingen over God, Heilige Geest van God, van Sela. Oh,
Dat is niet meer niks. Ik krijg hem niet beter. Ik heb hem nu op ISO 100 staan. Misschien heb je het wel gezien op tv, op YouTube, van die filmpjes van vliegtuigen boven het strand van Gaza, die van die grote pakketten voedsel dropten. Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan het eind van de hongerwinter in 1945, gebeurde er ook zoiets in West-Nederland, operatie Manna. Voedselpakketten die uit de lucht kwamen vallen, eenden. Je zou maar honger hebben. Dan is zo'n pakket een geschenk uit de hemel, toch? Net of de hemel open gaat. Ja. Niet voor niets kreeg het de naam Operatie Manna. Ik las dat de droppings in Gaza lang niet genoeg voedsel brachten voor iedereen. Daar gold het recht van de sterkste. Vandaag gaat het ook over een open hemel, over een geschenk uit de hemel. Voor iedereen. Juist ook voor de zwakken. Laten we kijken wat God ons door zijn woord wil zeggen. Ik wil graag met jullie kijken naar een stuk uit het Bijbelboek Handelingen, wat we net gelezen hebben. En hou het er maar bij, zou ik zeggen. Voor degenen die de Bijbel kennen, is dat geen verrassend gedeelte, want Handelingen gaat over Pinksteren. Pinksteren, een christelijk feest. We vieren het elk jaar. Maar de Joden, die vierden het Pinksterfeest al voordat Jezus er was. Kijk maar in vers 1 van Handelingen 2. Het Joodse Pinksterfeest was het tweede oogstfeest van het jaar, 50 dagen na Pascha. Feest, want het was duidelijk dat God zorgt voor de oogst op het land. Hij geeft vanuit een open hemel. Hij zorgt voor regen en zon op zijn tijd. De volgelingen van Jezus die kwamen op die dag bij elkaar om dit feest te vieren. En toen, nou dat weten denk ik heel veel kinderen wel, toen gebeurden de bijzondere dingen. God gaf verschillende tekenen, zodat het van iedereen duidelijk was dat er iets bijzonders gebeurde. Nou, wat gebeurde er ook alweer? Er klonk ineens het geluid als van een harde wind, vanuit de hemel. Het hele huis was er vol van. En het tweede teken, je zag bij iedereen die er was, zoiets als vuurvlammen die zich verspreidden op de aanwezigen, op allemaal. En het derde teken, de aanwezigen die begonnen in verschillende talen te spreken. Mensen die in Jeruzalem woonden, maar ook allerlei pelgrims uit buiten- en binnenland, die met Pinkster in Jeruzalem waren, hoorden de volgelingen van Jezus in hun eigen taal spreken. Woorden die van Gods geest kwamen. God gaf die tekenen. Hij opende de hemel en gaf. En die woorden die de volgelingen van Jezus gingen spreken, wat waren dat dan voor een woorden? Nou, kijk maar eens in vers 11. Er staat dat ze spraken over de grote werken van God. Het werk van zijn zoon, Jezus, de Christus. Bijzonder, hè? Mooi toch, dat dat toen gebeurde? Daar zou je toch best bij willen zijn? Maar ja, dat was toen. Wat moeten wij daar nu mee? Nou, dat vroegen sommige mensen zich toen ook al af. Wat moeten wij ermee? Die mensen zijn dronken, werd er geroepen. Petrus, een van de volgelingen van Jezus, zijn discipel, die geeft antwoord aan de mensen. God opende de hemel. Petrus, die gewoon een visser was geweest, krijgt door de Heilige Geest de woorden voor de preek, zodat hij die door mag geven. Hij zegt, het is allemaal al lang geleden voorzegd. De profeet Joël, die heeft al gezegd dat God zijn geest zal uitstorten op mannen en vrouwen. En David, die heeft ook al lang gesproken over Jezus de Christus. Dat hij zou opstaan uit de dood. En dat hij naar de hemel zou gaan om aan de rechterhand van God te zitten. Iedereen die moet zeker weten dat God ervoor gezorgd heeft. Dat er één is die Heer is. Dat er één is die Christus is. Namelijk Jezus. Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Ai. Dat is niet best voor die mensen. Ze komen erachter dat ze door Jezus te kruisigen de beloofde Messias hebben vermoord. Ze hebben een probleem. Een enorm probleem en je zou maar een probleem met God hebben. En dan breekt de paniek ook los. Kijk maar in vers 37. Wat moeten we doen, roepen ze. Wat moeten we doen?
Ja, hoe zit het eigenlijk met ons? Met ons? Wij geloven toch in God? Tenminste, ik neem aan dat de meeste mensen die hier zijn in God geloven. Heb je toch geen probleem met hem? Nou, die mensen die Petrus toesprak, die geloofden ook in God. En toch hadden ze een groot probleem. Ja, maar wij hier op de Koewei hebben Jezus toch niet gekruisigd? Wij hebben toch geen probleem met God? Nou, misschien beseffen wij het niet. Hebben we het niet door, maar ook wij hebben een enorm probleem. Met God. Ja, maar God is toch liefde? God is toch heilig en goed en dat is toch mooi? En is dat nou een probleem? Ja. Dat is een heel groot probleem. Want wij zijn niet goed. Wij passen niet bij een heilige God. Dat matcht niet. Wij doen elkaar tekort. Bewust of onbewust. Kijk maar om je heen. Naar hoe we met de schepping omgaan. Hoe we met elkaar omgaan. We maken er toch een puinhoop van. Ik wel in ieder geval. Ik zou soms niet eens weten hoe ik het goed moet doen. Ja, maar kan God het dan niet door de vingers zien? Nee. God is liefde. En daarom heeft hij een hekel aan al het slechte en niet liefdevolle. En God is rechtvaardig. Daarom kan hij het probleem niet ongestraft laten. Maar wat moeten we dan doen? Ja, dat riepen die mensen toen ook. Wat moeten we dan doen? En Petrus antwoordt de mensen. Kijk maar eens mee, vers 38. Hij zegt, het is niet hopeloos, mensen. Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Hij is jullie enige redding. Hoor je dat? Jezus Christus. Hij is ook onze redding. Hij is onze enige redder. Petrus zegt dat de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde is. Laat je behouden, zegt Petrus. Dat is mooi. God wil ons behoud. Dat is toch ongelooflijk mooi? God wil onze redding. God wil het beste voor ons. God wil ons geluk. God wil ons eeuwig laten leven. Laat je behouden. Dit is Gods woord. Laat je behouden. Dat is wat God ook tegen ons zegt. Tegen mij, tegen jou, tegen u. Laat je behouden. Hoor je het? Er staat niet. Zorg voor je eigen behoud. Er staat laat je behouden. God redt. De hemel is open gegaan. Jezus is gekomen om te redden. God wil ook ons redding geven. Ja, en wat doe je dan met dit aanbod van God? Nou, lieve mensen. Straks, als we daar over de brug van de Koewei afgaan, dan heb je een keuze moeten maken. Neem ik dit aanbod aan? Of neem ik het niet aan? En nu nog niet aannemen, dat is hem nu afwijzen. Nee zeggen tegen je behoud. Dat doe je toch niet? Je bent er toch dankbaar voor dit aanbod? Het heeft hem zijn zoon gekost. Zoveel houdt hij van ons. En hoe moet je dat aanbod dan aannemen? Nou, kijk in vers 38. Bekeer je en laat je dopen. En wat is dan bekeren? Bekeren, dat is je zonde belijden. Vertrouwen op het offer van de Heer Jezus. En je leven laten veranderen door de kracht van de Heilige Geest van God. Beleid je zonde, vertel alles aan God. Hou niets achter. Vertrouw op het offer van Jezus. Als God zegt dat genoeg is voor de zonde van de hele wereld, dan is het toch ook genoeg voor jou en voor mij en voor ons allemaal. Hij zegt het zelf. Kom dan niet aan met, ja maar, lieve mensen, dat is ongeloof. God is echt te vertrouwen. Laat je leven veranderen door de kracht van de Heilige Geest van God. En laat je dopen, laat je zonde afwassen. En als je al gedoopt bent, aanvaard dan in geloof dat je zonden afgewassen zijn. Ik weet dat er hier op de Koewei heel veel mensen zijn die van dit fantastische aanbod van Gods liefde en redding weten. En die het met vreugde aangenomen hebben. Met vreugde, omdat ze beseffen dat ze het zelf niet goed kunnen maken met onze goede God. Ze hebben het met vreugde aangenomen. Niet omdat het moet van wie dan ook. Niet omdat het moet van de kerk of zo. Ze hebben het met vreugde aangenomen. En daarom volharden ze in Bijbel lezen, bidden,
Daarom volharden ze in het omzien naar elkaar, in het heilig avondmaal vieren, het delen van hun rijkdom met degenen die het minder hebben. Daklozen, asielzoekers, iedereen die het nodig heeft, daar staan ze voor klaar. Dat is toch niet omdat het moet, maar toch uit liefde, omdat God ook zoveel geeft. Daarom komen gelovigen graag samen als gemeente van God, alleen al om God te loven en te prijzen. Nou, dat klinkt wel als een ideaal plaatje. De praktijk is vaak zo anders. Tenminste, ik voel me vaak nog wel behoorlijk schijnheilig. Ik wil het wel graag, het lukt me vaak niet. Maar weet je nog wat Petrus zei? Kijk nog eens naar vers 38. Als je je bekeert en je laat dopen in de naam van Jezus tot vergeving van zonden, dan zal je de gave van de Heilige Geest ontvangen. God wil alles geven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij wil je nu zijn geest geven. Met zichzelf geeft hij nog veel meer. De Bijbel staat er vol van. We hebben ook twee versen uit Openbaringen gelezen. Het laatste Bijbelboek. In Openbaringen staat dat Jezus zegt: en zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Hij geeft. De hemel gaat open. En er staat verder in Openbaringen: de geest en de bruid. En de bruid, dat is iedereen die bij hem hoort, die zeggen: kom. We kijken daar toch naar uit, naar de komst van onze verlosser. En er staat ook: en laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Neem. Voor niets. Gratis. God deelt uit. Hij doet niet liever. Hij heeft die dure prijs al betaald. Open je hart. Open je handen. Laten we zingen. De Heer is mijn bevrijder. God keek genadig naar mij om.
Zo, nou alle ouders en grote mensen zitten. De kinderen die mogen wel eens even gaan staan. En ik heb zometeen nog twee kinderen nodig die mij even komen helpen. Want kijk maar eens even goed wat ik hier vooraan heb. Ik heb hier een hele grote kist. En in die kist zitten allemaal hele belangrijke dingen. En ik zal jullie vast verklappen, er zit ook een cadeautje in. Nou, let maar eens even goed op. Even kijken, wie wil mij helpen? Wil jij mij helpen? Vind je het leuk? Vind je het een beetje spannend? Wie wil mij helpen? Steek je vinger in de lucht. Kom jij maar helpen dan. Kom maar. Jij ook? Ja, kom maar. Ik heb er twee, heel goed. Want ik heb meer belangrijke dingen. Ik kan niet allemaal alleen tillen. Dus kom maar hier. Want ik zit heel veel graag op de computer. Zit jij dat wel eens? Niet zo vaak. Nou, ik wel, vind ik heel leuk. Dus mijn computer die moet even mee. En hier heb ik nog een oude mobieltje die ik kan staan. Een beetje lastig, hè? En ik hou ook wel van klussen, van werken. Dus ik heb hier nog een waterpas, die mag jij wel vasthouden, dat is heel stoer. En sporten, skateboard. Kan die ook vasthouden? Lukt het allemaal? Ken je nog meer vasthouden of niet? Ja, nog een beetje? Jij niet? Nou, dan geef ik deze aan jou. Nog meer of niet? Niet meer? Laten we de rest even. Ik kan zelf natuurlijk ook wat meenemen. Moeten jullie even meekomen? Gaan we hier naar boven? Lukt dat met al die spullen? Als zelf ik wil. Zo. Nou, handen even goed vast. Lukt dat? Super. Hey, maar dat zijn hele mooie spullen, dat vind ik heel fijn dat jullie die mee hebben genomen. Maar in deze kist zitten ook spullen en die vind ik eigenlijk nog veel mooier en veel belangrijker. Want wat is dit? Een kruis, hè? En waar denken we aan bij een kruis? Aan de Heer Jezus, hè?
En eigenlijk is dat gewoon zo. De Heer Jezus is het mooiste cadeau wat de Heer God ons heeft gegeven. Met welk feest denken we daar wel altijd aan? Dat de Heer Jezus geboren wordt met kerst, hè? Ja. En waar is de Heer Jezus nu? Weet jij dat? Weet jij waar de Heer Jezus is? De hemel, hè? De Heer God bij zijn vader. Ja. Wat voor feest is nu? Want het is nu helemaal geen kerstfeest. Dat weet je wel. Wat voor feest is nu? Jij zei het net. Wat voor feest is nu? Gisteren en vandaag? Pinksteren. Ja, Pinksterfeest. En wat is er met Pinksterfeest gebeurd? Ja, dat was maar het hele. Met Pinksterfeest is de Heilige Geest gekomen, hè? Ja, dat is ook een cadeau van de Heere God. Maar de Heilige Geest, die kun je ook niet zo goed zien, hè? Waar wil de Heilige Geest wonen, weet je dat? In je hart, heel goed. Kan jij dit kruis vasthouden? Dat is een beetje lastig, hè? Ken jij dat wel? Kan je er nog bij? Dat is wel een beetje lastig, denk ik. Niet met al die spullen. Anders leg je even die spullen weg, dan kan het beter. Leg maar even op de grond. Super. Dankjewel. Hou hem goed vast. Nou, heb ik nog wat belangrijks hierin zitten? Wat is dit? Een boek. En ik hoorde al iemand roepen, een Bijbel. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Wat staat erin? Over de Heere God, hè? Over de Heer Jezus en over de Heilige Geest. En als we de Bijbel niet hadden, dan wisten we daar niks van. Dus ik ben blij dat ik die heb. Heel belangrijk, toch? Wil jij die vasthouden? Oh nee, daar zitten we weer, hè? Wat is er belangrijker, denk je? Wat jij vast hebt of dit? Dit, hè? Nou, leg dat maar neer. Zie. En weet je wat nou zo mooi is? Eigenlijk is dat voor alle grote kinderen en voor alle vaders en moeders. Hebben jullie nou een heel goed voorbeeld laten zien? Want sporten is soms best belangrijk. En werken is best een beetje belangrijk. En spelletjes doen op de computer ook. Maar wat is het allerbelangrijkste? De Heere God, hè? Houd het maar eens even goed in de lucht. Jij kruis ook, laat maar zien wat het allerbelangrijkste is van iedereen. De Bijbel en de Heer Jezus en de Heilige Geest. En dan moet je soms gewoon alle andere dingen maar eens even wegleggen en kiezen voor het belangrijkste. Nou, zal ik jullie laten zien wat er nog meer in zit? Dat hoef je niet vast te houden. Ik heb voor alle kinderen, niet voor elk gezin, dat moeten de kinderen thuis samen doen. Een Bijbelboek, een kinderbijbeltje. Geef maar even. Mag jij deze alvast hebben? En kan jij voorlezen wat hier staat? God help mij staat erop. En dat wil de Heere God doen. En dit gaat over David. De Heere God ging David helpen. En er staan allemaal verhalen hier over David. Moet je thuis maar eens lezen. En als je nou zegt van, ik had helemaal nog geen kinderbijbeltje. Dat is wel heel mooi dat ik deze krijg, maar ik had er nog geen. Dan mag je ook aan het eind van de dienst zo meteen bij mij komen. Dan gaan we nog een grote voor je regelen. Maar ieder gezin die mag in ieder geval één zo'n klein bijbeltje straks komen halen. Als het allemaal afgelopen is, dan gaan we nu niet gelijk doen. Maar als het zingen klaar is en de mensen gaan naar huis of gaan nog even koffie drinken, dan mag iedereen met zijn vader en moeder hierheen komen en zo'n bijbeltje halen. En jullie, omdat jullie zo goed geholpen hebben, mag je hem lekker nu al. Kijk eens, jij ook. Zie je. Enorme dank dat jullie me goed geholpen hebben. Dan gaan we nu zingen en dan mogen jullie weer lekker teruglopen. En dan gaan we zingen. Ja, super hè. Lukt dat? Door de kracht van de Heilige Geest en in vuur en in vlam. En dan zal ik dit even weghalen, dan struiken jullie niet.
Wat geweldig om in vuur en vlam te staan voor Jezus Christus. Er is niks mooiers dan een getuige te mogen zijn van Hem in woord en daad. En dat te laten zien aan de wereld om je heen. Dat Jezus Christus jouw redder, jouw verlosser is. En de Heilige Geest wil jou alles geven om daarvan een getuige te kunnen zijn. Hij wil jou volmaken en daarvoor zijn we ook hier bij elkaar. Om gevuld te worden met de Heilige Geest en zo vanuit die vervulling levende getuigen te zijn in deze wereld. En het licht van het Koninkrijk van God te laten stralen met een diepe verwachting en een diep verlangen. Kom Heer Jezus, ja kom, we kijken uit naar uw komst en de Geest maakt ons vol van verwachting. Namens de commissie die deze dienst heeft georganiseerd, wil ik u en jullie allen hartelijk bedanken. We mochten hier samen zijn, onder een open hemel en met open handen. De kinderen hebben het laten zien. Met volle handen kun je de dingen van het Koninkrijk van God niet aannemen. Maar leg dat naast je neer. De dingen die je zo bezig kunnen houden. En ga met lege handen. En ze zullen gevuld worden met wat je nodig hebt om een getuige te zijn van Jezus Christus. Neem deze boodschap mee, overal waar je heen gaat, en laat zien aan Jezus Christus wie Hij voor jou is. Afgelopen week sprak ik een jonge vrouw. En ze vertelde mij dat ze jaren had gewerkt in een christelijke omgeving. Op zich heel mooi. Maar ze zei, ik kwam er eigenlijk niet aan toe in mijn eigen christelijke omgeving om een getuige te zijn van Jezus. Ik schoot daarin tekort, merkte ik. En sinds kort vertelde ze mij, mag ik werken in de gevangenis. Met mensen die gevangen zijn vanwege allerlei omstandigheden. En juist daar in de gevangenis, tegenover die mensen die zoveel misstappen hebben gedaan, mag ik getuigen van Jezus Christus. Wat is dat geweldig mooi. Ga de wereld in. Uit je vertrouwde omgeving. Uit je comfortzone. En wees een getuige van Jezus Christus. Daar waar Hij jou wil gebruiken. En bid er ook om. Gebruik mij Heer Jezus op de plaats waar U mij wilt gebruiken. Alle medewerkers ook. Hartelijk dank. Muziekgroep. Kunde als spreker. Allen die meegewerkt hebben om deze dienst te maken tot wat de dienst is. Door de kracht van de Heilige Geest. Nog een aantal mededelingen voor de nazorg. Voor eventueel een gebed of een gesprek kunt u contact opnemen met degene die hier rondlopen. Kunt u aanspreken en kunt u vragen om een gebed of een gesprek. Voor koffie en thee is er de stand. We zouden het fijn vinden als je nog nablijft om samen te spreken en te getuigen van Jezus Christus. Fijn om zijn liefde met elkaar te delen. En voor de kinderen, de gezinnen, vergeet het boekje niet om mee te nemen. Want het is voor jullie. God zorgt voor jullie. Laten we nu samen onze God en Vader danken. En laten we samen bidden. En wat is er nou mooier dat als wij bidden, dat wij opstaan voor het aangezicht van God. En laten we samen dan bidden tot God. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u in het gebed om u te danken voor alles wat wij in deze dienst van u hebben gekregen. Vader, Zoon en Heilige Geest, gebruik ons om de boodschap van uw Koninkrijk door te geven. Dat Jezus leeft, dat Hij onze Redder is. En dat Hij komt op de wolken van de hemel en alles nieuw zal maken. Vader in de hemel, wij bidden u voor allen die met ziekte en zorgen te maken hebben. Wat bijzonder om te mogen zien dat mensen ook met al hun beperkingen komen en gekomen zijn. Geholpen om hier te komen, om een getuige te zijn van u. Mensen met hun vragen, met hun zorgen. Met hun lichamelijke pijn, met hun psychische pijn. Ze zijn er in ons midden, die daarmee worstelen en zich zo aangevallen voelen bij tijden door het rijk van de duisternis.
Vader in de hemel, vul ons met uw geest meer en meer, opdat we sterk staan in de strijd. En zo ook met de wapenrusting van u kunnen strijden in het koninkrijk van God. En ons sterkste wapen is het gebed, waarin we ons overgeven aan u en leven in afhankelijkheid van u. Zegent u onze gebeden. Wij bidden om vrede in de wereld. Er is zoveel gebrokenheid, oorlog, geweld, zoveel doden te betreuren op allerlei plaatsen in allerlei landen, te veel om op te noemen. Maar we denken in het bijzonder ook aan Oekraïne, waar de strijd steeds zwaarder wordt en waar de macht van het kwaad oprukt en zoveel vernietiging aanricht. O Vader in de hemel, wees met het Oekraïense volk en wilt uw agressie doen stoppen. Geef een omkeer in de harten van leiders, maar laat vooral ook de kerk in Rusland opstaan. En laat de kerk daar laten zien wat Pinksteren is, dat de geest van vrede in opstand komt tegen het Kremlin. En in opstand komt tegen de boosheid die zich verspreidt. En dat er vrede komt. Want als de miljoenen christenen in Rusland opstaan vandaag, dan kan het niet uitblijven of er komt vrede. Als de miljoenen christenen over heel de wereld zouden opstaan, doet u dat, Heilige Geest, opdat we de vrede verspreiden. Al kost het ons alles. Geef vrede, geef vrede. Ook in Israël, waar zoveel doden te betreuren zijn, maar ook, vooral nu ook, in de Gazastrook. Heere, verander de harten van Hamas. En geef vrede en liefde. Dat de raketten worden weggeworpen. En dat de wapens worden neergegooid. En men elkaar omarmt in liefde. Geef vrede, opdat meerdere doden niet hoeven te vallen. Vader in de hemel, wees u zo nabij. In al die plaatsen van gebrokenheid. Wij smeken het u. Wij bidden het u. Vul ons met uw geest, zodat we bidden en smeken om uw genade. Wees u zo nabij. Wij staan hier onder een open hemel en bidden, Vader, Zoon en Heilige Geest, vul ons met uzelf. Dank u voor uw genade. Dank u. Ja, dank u. En wij roepen het uit. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Wij wachten op u. Amen. Thank you.
steek de hemel zorgen.